namens het donk, heren. Namens de koepel, want ik heb meer petjes. En heel krabbe donk, een veer in uw kont in plaats van in uw steek steken. Jullie zijn nog effen, maar waren zeker een heel... fantastisch duo. Ik hoop dat jullie genoten hebben en dat we zometeen toch nog een pils gepakt hebben. Niet dat eigenlijk. Maar eerst hebben we van men een echte krabbeldonkse knuffel. Handen vast. Mooi gedaan. Mooi gedaan. Hier dikker vanaf al. Dankjewel, jongen. Goed, dankjewel. Ja? Heel goed gedaan. Ik had er echt moeite mee. Ik wilde jullie echt niet beschutten. Dat maakt het prima. Daar mag geen moeite mee, hoor. We gaan dat ding daar even aan mij alvast geven. Dat ik hem daar, we kunnen er moeilijk met z'n tweeën achter staan. Maar nu? Ja, nou ja. Oh, boem. Pak op jij staan. Moet ik zeggen? Nee. Moet ik geen microfoon hebben? Ja, joh. Dus dat niemand ziet. Ja, even kijken. Staan. Die kant? Ja, ik weet het. Tja, mensen. Wees het nou pauze? Iedereen wil natuurlijk even wat te drinken bestellen, dat snap ik wel. Dan wachten we, ik wacht even. Er zijn er nog een paar rogen buiten, denk ik. Iedereen een nieuw natje, het was zo'n lang verhaal,
weet niet of de donker hier ondertussen ook alweer wat vocht hebben. Heel bijzonder. Goed. Ik moet inderdaad wel zeggen, Marcel, het is hier verrekkers lastig hier met licht en microfoon. Maar we gaan ook ons best doen. Tja, de roost, hè? Daar keken wij al 3 dagen naar uit. Zo leuk. Maar ja, goed. Waar moet hij hiermee, hè? Ik heb eigenlijk altijd geleerd thuis. In Driel of in Mispelgat of in Broeko heb ik gehoord. De Lesterstraat was er. Dat waren echt bij Royke Donders in de buurt. Dat was wel mooi. Die zat toen nog in de luiers ongeveer, maar goed, het was wel in de buurt. Maar de beste reactie is natuurlijk eigenlijk geen reactie. Dank jullie wel. Maar ja, dat kan toch niet laten eigenlijk, hè? Want ja, ik vind zo'n podium toch altijd wel mooi. Dus ja, dit is weer een extra momentje. Maar wij dachten, wat moeten we dan doen? Hè? Want die donkheren hebben het er lang over gefinancierd, heel veel biertjes. Samen met pescadores. Het is op zich niet zo moeilijk. Maar zo pescadores, het is heel makkelijk. Pardon? Oh, je kunt er eigenlijk niks aan doen. Dat is wel fijn in het leven, als ik dat altijd kan zeggen. Nee, als echte heren dachten wij, want ja, misschien willen wij ooit wel een donkheer worden, dat weten we nog niet zeker, hè? Maar stel dat. Oeh. Heel bijzonder. Nee, wij geven liever aandacht aan de mooie dingen van het leven. De mooie dingen van het leven. Zoals Skun. Goeie, ja, sorry voor mijn dingen alvast weer. Skun vrouwtjes. Skoon, ik kan het wel. Lekker bier, dat is dan wel weer mooi. Ik moet maar gewoon de kakkerklank beter gebruiken. Lekker bier. Maar goed, dan gaan we filosoferen. Nadenken, Marcel, is dan nadenken. Filosoferen, mooie dingen en donkeren. Dat is niet zo makkelijk. Maar we hebben een uitweg gevonden. Ja, want wij dachten, achter elke lelijke donkheer staat natuurlijk een verrekkers schoon vrouw. Dan steekt Mark Minkels ook snel op, maar dan gaat hij over jou, Mark. Dus vandaag eren wij de donkvrouwen. En nou niet sputteren qua protocollen, zodat een donkvrouw niet bestaat. Ik ben nog steeds prins, tot nu uurtje 12 volgens mij, dus vandaag bestaat de donkvrouw. Dus we beginnen met een ode aan de donkvrouw. En ik zeg er wel gelijk bij, er zijn zoveel mooie donkvrouwen, we kunnen ze niet allemaal aan het woord laten komen. We hebben vooral bij de moeilijkste donkmannen, daar hebben we het een beetje op gericht, zeg maar. En laten we al beginnen, en ik hoop, ze zijn ook niet allemaal in de zaal, dus het is ook de opdracht aan de donkheer om dit wel goed over te brengen aan uw vrouw vanavond als je thuis komt. Mocht ze er niet zijn. We beginnen met echt een goeie. Franca. Is ze er? Nee, ik zag haar met de kindjes naar huis lopen, denk ik. Nee, hè? Ze zei. Die wist het. Ja, dat klopt. Maar ik had Manoes om informatie gevraagd. Dus, maar Franca, dan toch aan jou. Wat ben jij toch goed voor jouw jongens? Want naast jullie klein prinske, hebben thuis ook nog een groot prinske zitten. Waar zou die eigenlijk zijn zonder jou? Moet hij thuis zijn eigen Irish koffie gaan maken? Want dat kent hij niet. Zijn eigen bootje pakken. Als hij eindelijk thuis komt, dan heeft hij geen zin in. En wie zou nou zijn mooie warme dekentje komen brengen als grootprinske eindelijk muur op de bank zit? Dat kan alleen maar Franca. We kunnen zeggen, Franca, worden eigenlijk wel vaak genoeg verwend met een mooi busje bloemen.
Toch wel, of niet? Zeker? Nou, anders dan krijgt jouw prinske vandaag de opdracht om met een mooi, extra mooi bosje bloemen morgen thuis te komen. Bijzonder. Nee, sorry. Sorry, ik doe het nog één keer. En dan onze Julienneke. Ah, daar staat hij. Ik kan een mooie recht aankijken, dat is ook wel fijn. Het was even zoeken buiten de dorpsgrenzen, maar we hebben jouw kippeke toch gevonden. Jouw Janneke, is ze er of niet? Ja, oh, je verstond al een mensje, ja, ik zie er. Ja, en we moeten wel eerlijk toegeven, het is wel een van de mooiste donkvrouwtjes. Heel bijzonder voordat Julienneke daar gelukt is. Maar ja, wat ze dan met jou moet, ja, ze zal wel gek zijn op eieren of zo. Maar goed, we hebben geleerd dat ze al wel, of nee, we hebben gehoord dat ze al wel in de leer bij Franka is geweest. Hoe moeten met zo'n klein prinske omgaan? Zorgen dat eten netjes klaar is, het huisje schoongemaakt is, bedje mooi opgemaakt. Daar heeft hij graag, daar heeft hij graag. En het is wel zonde dat je daar nu in bent getrapt. Je kunt nog een beetje bijstellen. Juliette ook wel. Juliette ook samen van die leuke hobby's. Door de week lekker balansen met sapjes. Saampjes naar de personal trainer toe. Goed opletten met eten. Ja, je kunt bij Janneke zien dat het echt effect heeft. Bij klein prinsje heeft iets meer moeite om zich dan weer een beetje in te houden in het weekend. Oh nee, ik moet me niet weggooien, wacht even. En dan gaan we naar het volgende. Dat is, Bea. Bea, die zal er niet zijn, want die moet thuis waarschijnlijk op de kindjes oppassen. Of niet? Ja? Toon, ik zie hem achterin de glimlach. Ja, hij gaat staan. Ja, daar is hij. Hij is er wel bij. Maar goed, toch Bea voor jou, wat een prestatie. Al 45 jaar getrouwd zijn met Toon Pijn. Je zou bijna vragen, doe daar geen. Dat is flauw, dat doen we dus niet. Hè? Maar goed, je staat ook wel bekend, Bea, bijvoorbeeld als Crea Bea. Maar goed, als je nou beseft hè, hoeveel talent, hoeveel creatief talent Bea jij hebt, ja, dan kunnen we toch eigenlijk wel een mooie wagen voor een optocht maken, zouden we zeggen. Maar goed, dat is nog niet zo heel goed gelukt. Maar goed. En die Bea, dat is trouwens wel ook een goede verzorger. Hè? Dat ga je samen met Franka wel gemeen. Want het is gewend het fundament van het gezin. Alles netjes aan de kant hebben, zodat Toon, en dat is vandaag weer een duidelijk voorbeeld van, buiten mooi de grote meneer kan uithangen. Maar wij weten wel dat jij eigenlijk de grote mevrouw bent en thuis de broek aan hebt. Pescadores, welke is van mij? En dan gaan we naar Mieke. We moeten toch wel zeggen, dat Wim, waar staat hij? Is Mieke? Oh, daar ja. Dat Wim toch wel boft met zo'n lekker enthousiast ding. Elke prins weet dat Mieke gek is op zijn machtig figuur. En dat ze graag dicht tegen hem aanhakt. Maar nu snap ik dus eigenlijk ook wel weer waarom jij zo graag prins wilde worden. Jij wilde die aandacht zelf ook wel weer bevoelen. En samen met Mieke de bloemetjes buiten zetten. Maar goed Mieke, wij hopen eigenlijk wel voor jou dat jou toch iets minder lastig valt als dat hij met nieuwbakken prinsen doet. Al tijdens de onthulling met zijn kop toen ik met mijn clubje net uit ei kwam, had ik al een appje van hem te pakken om mee te doen met DDWD-achtige gebeurtenissen. Maar goed, we zijn niet flauw, dat hebben we gedaan. Heidi, lieve Heidi, daar gaan we naar jou toe. Waar sta je? Oh, daar. Ja, niet bukken. We hebben bij Heidi een extra lang stukje steek. Zou dat met Marcel te maken hebben? Nee, dat valt mee. We hebben voor jou eigenlijk wel juist heel veel respect gekregen. Want uit eigen ervaring kunnen we ons wel afvragen, hoe moet het zijn om met een mens te leven die eigenlijk niet in de belangstelling wil staan, zegt hij. Maar ondertussen
ongeveer vaker in beeld is als onze lokale boyband niet te houden. Bijzonder. Dus ja, we maken ons eigenlijk wel een beetje zorgen. Kom, dan ga je eigenlijk thuis nog wel een trekken? Heeft hij thuis ook nog wel een beetje oog voor jou? Of wilt hij er ook alleen maar een ent in de rond? Ja, je zit wel heel redelijk, ja. Ja, een klein tipje voor ons. Zet hem eens een dag samen met Daniel Krijn in huis. Dan komt hij wel, goed, dan wordt hij van eigen stiller. Oh ja, gezellige Danielle. We gingen jou ook nog lief behandelen. Dat was het, ja. Nee, Danielle, we vroegen ons echt wel af. Is Paaltje, ja, daar sta jij, hij bukt ook, ik heb jou gezien. Trouwens, thuis ook altijd afwezig als er voorbereidingen zijn voor mooie grote dringen. Of als het spannend wordt. Of heeft hij dan ook in één keer last als een keeltje? Of plotseling een operatie? Of moet hij dan even poepen? Nee, het zal van jou, Danielle, wel heel veel kracht vergen. Altijd weer de sterke vrouw uithangen, die voorop staat en de beslissingen durft te nemen. Maar complimenten trouwens, hoe jij zijn persoonlijke begeleiding mooi combineert met je werk. Want het is ook, en het is vooral knap, dat Paul ook echt denkt dat hij daar is om te werken. Terwijl jij dubbel vangt, salaris en PGB met Jeffrey en Paul. Willemijntje, Willemijntje. Die is ook vast nog ergens. Ja, helemaal achterin. Wat moet jij daar gezeik over die moeskrabbe beu zijn? Van in de ochtend aan de ontbijttafel, tot 's avonds laat aan bed. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij kan het niet loslaten. We kunnen ons overigens nog wel voorstellen dat je toch wel redelijk veel ellende hebt voorkomen. Gij bent de vrouw die hem al van menig zotte daad heeft weerhouden. Al vermoeden wij dat hem deze ook nog wel ergens uit die hoek kan komen, maar dat weten we niet zeker. Maar het zal wel niet zo zijn, maar het is toch leuk om dat te denken. Maar goed, je hebt in ieder geval menig grote krabbedronkse catastrofes voorkomen. Waarvoor dank, en ik zou zeggen, een applaus is op zijn plaats. En dan hebben we nog een zinnenbegeleider, Ingrid. Is er ook volgens mij? Ja, dat staat ze. Wij vroegen ons eigenlijk af, Ingrid. Hoe vaak ben ik naar de Jumbo geweest om tissues of zakdoekjes te kopen? Want zo'n groot verdriet om zo'n klein dingetje. Niemand komt aan zijn moesje. Je zou er bijna een film van maken. Maar goed, hoe troosten nou zo'n grote krabber, waar ze net zijn speelgoed vanaf hebben gepakt? Want zo moet hij hebben gevoeld voor hem. Maar goed, we vinden het wel knap dat je hem weer tot rust hebt gekregen en weer een beetje warm gemaakt om toch het carnaval te komen vieren. Compliment. En dan pakken we even de twee tegelijk, Jacqueline en Erna. Jullie zijn dat denk ik niet, toch wel? Jawel, heel fijn. Oh, daarachterin. Oh, heel leuk. We pakken jullie samen, want ja, dat past natuurlijk wel bij de doopvrouwen achter Henk en Toon. We kunnen ons goed voorstellen eigenlijk wel dat zo'n leven met twee van die Siamese krabbers eigenlijk lastig is. Want alles gaat een beetje dubbel bij jullie. Of vakantie als prins Twix samen in de slaapzak. En dan al jaren proberen ze hetzelfde trucje. Elke keer probeert je zwager weer bij jou in bed te kruipen. Dat moet toch wel vermoeiend zijn. En na al die jaren denken ze nog steeds dat jullie niks deur hebben. Maar jullie slim vrouwtjes, wit wel bitter. Maar volgens mij, god, Norma, deze had ik uitgeschreven, dat is al veel lastiger. Volgens mij hadden ze daar vroeger al in de baarmoeder moeten bekostigd. Dat was het. En dan gaan we door naar ons Anoushka. Anoushka. Is Ben weg, Anoushka ook al? Oh, wie gaat dan doorvertellen? Nou, oh, Wim vertelt het door, helemaal goed. En het wordt allemaal opgenomen, dus dat is ook wel fijn.
Ja, hoe gaat het, Anoushka, hoe ga jij eigenlijk om met de sterrenlures van een man die al even denkt dat hij gaat doorbreken? Namen als de nieuwe Django, Capsulonis of Benny White. Hoe voelt het om Mariska Bauer van Krabberdonk te zijn? Word jij ook al erkend in de Jumbo en bij de Chinees? En hoe is het dan om elke keer met die prelaria naar die optredens te moeten gaan, in die zielige dorpshuizen, naar de Libellendag of Margriet? Het is toch waar, alles voor uw mens. Maar goed, super dat je dat nog steeds doet. En wie weet, komt ooit nog eens in dit mooie Krabberdonkse rijtje van niet te houden en al te laat, komt hij daar nog terecht. En wie weet, Anoushka, bouwt Benny voor jou ook nog eens een droompaleis onder het Heilig Hartpark. We zijn er bijna, mensen. Dan gaan we over naar Ronald. Of liever, hij is er niet hier, maar we vonden het toch wel leuk om hem te pakken. Namelijk Tati. Tati, we denken dat zo zijn dame heet. Maar Tati, dat is wel mooi. Dat is een mooie Argentijnse schone. Een warm, bloedige dame. En we hebben toch wel met jou te doen om een zinne cijferneuker in bed te moeten leggen. Als hij zich naar de overwaarde tellend, jij en zichzelf naar een hoogtepunt toe rekent. We hopen maar dat hij jou, net als de rente, voor de komende 30 jaar vastzet en dan niet tegen het goedkoopste tarief. Want een klein beetje waardering, dat zou wel op zijn plaats zijn. Lieve Els. Is Els er ook van René? Nee. Ja, die heeft alleen gechauffeurd, dan is hij vervolgens weer naar huis gegaan. Goed, laten we eens beginnen, Els, om jou toch te bedanken dat je ervoor zorgt dat René überhaupt hier in Krabberdonk kan komen. Als trouwe chauffeur. Daardoor moeten wij allemaal genieten van hem. Het zij je vergeven. Maar we vroegen ons wel af. René, die oude boef, is natuurlijk berucht op zijn oogje op mooie spulletjes. Menig heeft hij al ontvreemd. Maar hoe gaat hij thuis eigenlijk om als hij wekelijks weer het ontvreemd en verstopte van de wc-borstel, de pollepel of al het andere wat enigszins een escape lijkt. Het moet wel vermoeiend zijn. Maar René, wij dachten, we gaan voor jou hebben nog iets speciaals. Waar staat er René? Hij zegt naar huis. Godzakken. Nee, ik ga het toch vertellen. Want René probeert al een paar dagen lang met een scepter te jatten, maar ik heb zover gekregen om zijn sjaaltje te jatten. Dat is toch wel jammer dat hij dat gemist heeft. Dan gaan we nu tot slot naar lieve Wendy. Ja, ze is er nog wel toch al, heel lieve Wendy. Ja, we hebben dit jaar jouw kwaliteiten als begeleiding echt mogen ervaren. We hebben vast op geoefend thuis. Maar goed, toen werden wij toch een beetje verrast, een paar dagen geleden, dat we, want we waren eigenlijk een beetje lovend naar jou, hadden we een hele warme tekst gemaakt, maar toen hebben we dat toch een beetje moeten aanpassen. Want teleurstelling alom, jij die door ons geëerd bent met een bijna unieke onderscheiding, de krabberband. Ja, de krabberband. Jij hebt het gepresteerd om deze binnen een dag kwijt te raken. Maar goed, gelukkig heb jij zo'n volwassen en zelfstandige prins, die ook dat nog wel even zelf oplost. Dus kom maar even snel terughalen. Want wij hebben hem gevonden. Alsjeblieft. Goed. Gelukkig, pescadores, hebben onze toekomstige donkvrouwen, Karen en Lieke, het een stuk beter getroffen. Twee mooie, intelligente, charmante, lieve, meewerkende, attente,
positieve, nooit zeurende, sexy, empathische en inclusieve mannen. Daar krijgt het gemiddelde van de donkheren, stel, hè, zou het gemiddelde van de donkheren best een beetje optrekken. Lieve Franka, Janneke, Bea, Mieke, Heidi, Danielle, Willemijn, Ingrid, Jacqueline, Erna, Anoushka, Wendy, Tati en alle andere donkvrouwen die we vandaag gespaard hebben, wat benden jullie mooi. En weet, wij kunnen altijd een luisterend oor zijn als het weer eens even lastig is met jullie donkmennekes. Daarom vragen wij jullie, en ook al als je er niet bent, dan mag de donkheer zelf naar voren komen. Dan willen we jullie even in het zonnetje zetten. Door jullie te eren, en niet de donkheer, maar de donkvrouw te eren met een mooie medaille. Kom er wel. Ja, naar voren komen. Als ze er zijn, of de mannen moeten naar voren komen. Maar... Ja, ik zal... Nou, ze staan mooi in een rijtje. Ik pak nog één keer de microfoon, dan kan ik het nog één keertje zeggen. Hè? En dan Pescadores, die heeft de eer om hem dan te slingeren. Bij deze onderscheid ik Willem van Oranje, Geel en Blauw, Prins van Krabbedonk, omliggende polders, drooggevallen moerasgebieden en hoge donken, u met deze Wat ben de mooie medaille! Eindelijk. Dank u wel. Mijn steek gaat er bijna vanaf.